I have to tell you something. So, ik ga straks naar de gynaecoloog. Dus ik moest even een badje nemen, snap je? Dus ik heb even school gemist. Oeps. Maar dus, misschien gaat heel mijn dag morgen veranderen. Ik bedoel, heel mijn leven. Want ik ga morgen tegen mijn vriend zeggen, ofwel stop je met wiet, ofwel wil je nog met mij zijn. En misschien gaat er helemaal niks veranderen. Misschien ga ik dat helemaal niet zeggen. Maar op dit moment is dat wel even de enige optie. Veel stoppen van mij, want ik kan dat niet meer aan. En ik vind het misschien heel dom of toxiek van mij. Maar we zijn nu 3 jaar samen en hij doet al 5 jaar elke dag. En natuurlijk, hij stopt wel af en toe. Maar ook voor zichzelf is dat gewoon echt niet meer goed. En als persoon word je daar heel lui van. En als dat geld, ga dat aan. En ik ben daar gewoon klaar mee. Dus als mensen dat heel slecht vinden van mij, maakt niet uit. Dit is nu gewoon hoe ik mij voel. En we zien wel. Misschien morgen een update, misschien niet. Oké, bye.